Dit is Books on Air met de boekbabe Sis Strasters. Goedenavond, lieve luisteraars. Welkom bij ons maandelijkse maandelijkse uurtje Books on Air. Ik zit zo in mijn boeken gefocust op de gewone... ik eet, praat, denk alleen maar aan boeken natuurlijk. Mm-hmm. In ieder geval, welkom. We hebben vanavond als gast Marieke Frankema. Marieke, ik vind het zo leuk dat je er bent. Ik vind het ook echt een eer en zo leuk. Ja, we zouden dit eigenlijk vorig jaar doen. Vorig jaar januari stond je op de planning. Alleen toen was ik heel erg ziek en toen lukte het helaas niet. Mm-hmm. En je hebt je dit jaar gewoon weer aangemeld en het lukte me gewoon om je in het schema. Ik vind echt, ik ben super enthousiast. We hebben elkaar, we kennen elkaar al best wel al een tijdje, maar we hebben gewoon elkaar nog nooit echt ontmoet. Gezien. Dus we hebben net heel hard staan knuffelen. Heel fijn. Dat was heel fijn. Marieke Frankema, geboren in Sneek. Klopt. Op 12 november 19 staat verder niet online. Oh, echt? Nee, dat staat... Oh, ik heb echt 1980. Oh, dan ben je een jaartje jonger dan ik ben. Ja. Wat dus jij wordt 39 dit jaar. Mooie leeftijd. Heel lang van genieten. Doe ik ook niet. Heeft in Zoetermeer gewoond en is inmiddels gesetteld in Haarlem. Klopt. Als ik het goed heb. Ja. Je bent op 14 september 2014, mooie datum, getrouwd. En inmiddels trotse moeder van een bijna 4 jaar oude dochter. Ja, klopt. Mag ik wel weten hoe ze heet? Merinde. Ja, je bent altijd zo mooi met de naam. Vandaar dat ik daar dan nieuwsgierig naar ben. Dit was ook een prinses in een van de eerste... Nou, het boek is het nooit geworden. Maar in een van de eerste fantasyverhalen die ik schreef, was dat de prinses. Oh, echt? En... we moesten een namenlijstje hebben van... Goh, hoe gaan we ons kindje noemen? En Merinde stond erin. En dat... was eigenlijk de naam die mijn man het mooist vond. En ik dacht ook... Oh, gelukkig, Dus als het boek ooit komt, dan moet ik een andere naam verzinnen voor de prinses. Ja, of maar dat is niet, want dan is het wel ook weer heel bijzonder voor haar. Ik heb een mooie toedracht voor haar. Ja, ik zal de vragen. Ze is eigenwijs genoeg om dat te bepalen, nu, denk ik. Nu al, heerlijk. Je ging naar het Bogerman College in Sneek. Je bent erna doorgestroomd naar de CEA en PAWO. Klopt. Ja. Ja. En als zeg maar basisschoolleerkracht die kant op, eigenlijk nooit wat meegedaan. Ik heb 1,5 jaar voor de klas gestaan. Ik heb een groep 8 gedraaid die echt heel erg leuk was. Daarna kwam ik op een school waar het pedagogisch klimaat niet helemaal was zoals wat zeg je dat netjes? Ja, goed hè? Ja, nee, daar kon ik niet mijn draai vinden en daar ben ik overspannen geworden. Oh, ja. En ondertussen was ik ook wel dansdocent. Dus in die tijd gaf ik ook heel veel danslessen en musicallessen. En, en ik wilde eigenlijk heel graag daar verder mee. Dat wilde ik eigenlijk al voordat ik PABO ging doen. En in het jaar dat ik overspannen werd, kreeg ik ook de kans om een musicalopleiding te gaan doen. In ieder geval de audities te doen. En die haalde ik. Ja, toen was het vrij eenvoudig voor mij om te zeggen, oké, toedeledokie school, ja, dan wordt de, ja, want je bent naar het NME, de Academy, of kijk, NME Academy gegaan. Ja, NME Academy, Een opleiding musical artiest. Ja. Ik wist niet dat het serieus gewoon een opleiding was. Ik dacht dat dat iets was waar je gewoon via een dans of Nee, er zijn echt meerdere opleidingen. Je hebt HBO-scholen, je hebt MBO-scholen en... Het NME hing er een beetje tussenin. Het was een privéopleiding. Dus eigenlijk het niveau waarmee jij instapte, dat was ook wat voor les je kreeg. Ja, het klinkt eigenlijk ook gewoon heel logisch dat je daar ook gewoon specifiek een opleiding voor hebt. Maar je denkt daar gewoon als leek, denk je daar gewoon niet over. Nou, dat klinkt gewoon als, ik ga naar een tekenschool, weet je, zoals je dat vroeger dacht. Ik ga gewoon iets leuks doen. Ik ga gewoon iets, word er toevallig beter in. Ja. Vanaf 2007 tot op heden ben jij leraar bij het NJM, Nationaal Jeugd Musical Theater. Ja. Met een kleine tussenpauze, als ik het goed zag. Ja, en ik ben ook een tijdje weer gestopt. Dan ben ik niet helemaal up-to-date in mijn social media, geloof ik. Nee, daar ben ik een tijdje geleden ben ik daar ook gestopt. Okay. Sowieso heb ik een beetje een golfperiode altijd met lesgeven. Ik vind lesgeven heel leuk, maar op een gegeven moment is het even klaar. En dan wil ik gewoon weer naar mijn boeken toe. En dan wil ik weer alle tijd hebben voor die boeken. Maar dan blijft het lesgeven toch weer trekken. En dat is altijd een beetje zo'n golfbeweging bij mij. Ja, maar dat is op zich ook niet erg. Zolang het ook op je levenspad gewoon meegolt. Is het alleen maar fijn dat je de dingen kan doen die je leuk vindt. Ja. Maar er ook af en toe de rust in kan houden. Want anders, ik heb verderop ook staan. Je hebt echt van al je hobby's heb je beroep weten te maken. Maar het moet ook wel... Als het je hobby's zijn, moet het ook wel leuk blijven. Precies. Dus je moet daar, het is goed dat je daar ook dan de rust af en toe gewoon in pakt. En je was dus dans, zang en drama docent. Ja, ik doe dat nog steeds in Voorhout bij een musicalvereniging en in Zoetermeer bij een theateropleiding. Dus, voor kinderen voornamelijk, die lekker willen spelen en dansen en zingen. En dat doe ik nog steeds, maar dat gaat wel binnenkort ook weer minderen.
voor de boeken. Omdat ik weer gewoon die drive heb om gewoon veel meer te schrijven en daar veel meer mee bezig te zijn. Daar worden wij boeknerds heel blij van dat soort uitspraken. 2011 tot 2013 was jij zangeres bij de Heksketel in Rotterdam. Superleuk! Dat was echt zo leuk! Ja, maar hoe kom je daar verzeld? Nou ja, ook weer zo'n verhaal. Ik had me ingeschreven bij een auditiesite en ik zag een auditie voorbij komen voor een zangeres in Alcatraz. Dat was een dinnershow in Rotterdam. En ik zag het en ik dacht, nou leuk, oké, we gaan weer verder. En toen kreeg ik van hun een mailtje van, joh, wil je alsjeblieft auditie komen doen? Dat was helemaal tof. Dat was heel tof. En die auditie heb ik gedaan. Ik werd meteen on the spot gewoon aangenomen. Dat ik echt dacht, wow. En toen ging Alcatraz failliet. Ja, baal. Ik had echt een paar shows gedaan en het ging failliet. En met de leidinggevende, zeg maar, heb ik altijd contact gehouden. En die mailde mij een paar jaar later weer van, joh, ik heb nu de Heksenketel. Kom je weer zingen bij mij? Ja, tof. En ik zei, ja. Ja, tuurlijk. Dus, dat was een heerlijke tijd. Ik ken alle verhalen van de Heksenketel, want er worden heel vaak bedrijfsfeestjes en dat soort dingen. Ik ben er nog nooit geweest. Ja. Het is echt vreselijk. Ik ben er nog nooit geweest. Ik weet niet of het nog kan. Het is natuurlijk... Weet je, de crisis van 2008, die kikte flink in en dat heeft gewoon heel veel weerslag gehad. En ook al was dit wat later, weet je, het is gewoon heel moeilijk gebleven om entertainment aan te bieden. Dus ook de Heksenketel is failliet gegaan. Ja, zonde. Zonde, ja. Het is wel... Iedereen kent het wel, denk ik, in de omgeving van. Ik denk het wel. En het was ook een feestje elke keer. Ik heb zo genoten daar altijd. Ja. En je bent actrice bij... Canterbury Stage Productions. Dat was een van de... Dat was een productie waar ik inderdaad aan meedeed. Ja. Maar actrice, je bent echt enorm veelzijdig. Ik zei het net ook al tegen je. Deze uitzending is gewoon te kort om echt Marieke Frankema te leren kennen. Gewoon als totaalplaatje. Ik kan zo af en toe wat zijkantjes aanschaven. Maar je bent zo veelzijdig. Want je bent ook nog stemacteur bij het SBI Media. Ja. Waarom je, dat gaan we heel snel zeggen, de Nederlandse Barbie-stem mag inspreken. Ja. Maar voor hun doe je ook film, reclame, internetseries. Waar moet ik dan aan denken? Waar zouden de mensen jouw stem van kennen? Als ze nu luisteren als je, en denken. Als je veel Nickelodeon kijkt en je hoort You can be anything. Dat ben ik. Doe nog eens wat. You can be anything. Oh, en vroeger had je dromen worden waar als je speelt met Barbie. Oh ja. Ja. Van die ouderwetse Mattel ook stemmetjes. Ja. Geweldig. Ja, echt maar een hoe, stemmetje. Okay, ik wil het gewoon weten. Hoe kom je daarbij? Word je daar ook voor gevraagd? Daar werd ik ook voor gevraagd. Ja. Mag ik iets in een weekje leven? Maar dat komt ook... Ik weet niet hoe dat komt dat ik heel vaak voor dingen gevraagd word. Maar het is ook omdat ik gewoon... zo'n ongelofelijke hekel heb aan auditie doen, dat ik dan bijvoorbeeld niet vragen. Doe. Ja, dat kan ze maar vragen, anders kom ik nergens. Nee, ik weet niet. Het is ook een beetje toeval. Het gebeurt. Maar jij bent ook heel goed, want ik heb natuurlijk zit een YouTuber, maar jij bent ook heel goed in gewoon de kinderstemmetjes opzetten. Ja. Daar heb ik ook wel eens een beetje zo'n soort van voor op mijn kop gekregen. Heb je dan niet wel eens dat je thuis de telefoon op wil nemen en dat je dan ziet beller onbekend zal weer zo'n verkoper zijn dat je gewoon doet alsof mama niet thuis is? Dat ga ik echt zo een keertje doen. Dat zou ik nou doen. Hallo? Nee, mama is er echt niet. Nee, mama ligt er slapen, die is bewusteloos. Ja, precies. Oh, heerlijk. Oh, dan ga ik echt neem doen. Neem het op, ik weet het niet te horen. Maar ja, en ook nog, want het is gewoon te veel jongens, je bent ook nog zangeres. Ja. En dat doe je bij, we hadden het er net al over, bij de dinnershows, maar ook bruiloften. Je hebt zelfs een keer begrafenissen mogen zingen. Ja. Je zingt het liefst intieme liedjes, gewoon heel klein. Past ook denk ik wel heel mooi bij je stem. Maar ook lekker de feestnummers, de Aretha Franklin's en de klassieke ouderwetse nummers op. Jij bent echt zo veelzijdig. Ja, en ik heb er ook eens over nagedacht. En eigenlijk komt het altijd weer neer op verhalen. Of ik nou op toneel sta, of een mooi nummer breng, of een boek schrijf. Ik deel verhalen met mensen. Ja. Dus wat dat betreft is dat wel weer eigenlijk één ding, maar dan op heel veel disciplines. Ja, dat is ook weer goed verkopen aan jezelf. Ja. Maar wat je ook net zegt, je bent bezig met verhalen, maar tegelijkertijd ben je ook altijd wel bezig om mensen te helpen. Ja. En dan met name om mensen te helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ja. Op wat voor manieren probeer je dat te doen? Ik kan heel die lijst wel afwerken met alles wat je doet, want je bent, even kort samengevat, vrouw, moeder, zangeres, danser, schrijfster, stem, actrice, coach,
geeft zang een musical les, workshops en ook even tussendoor nog reiki. Ja, ook nog. En op wat voor manier probeer je dan gewoon dat allemaal? Ja, het is een heel divers leven sowieso. Geen dag is hetzelfde, hoewel ik het wel een beetje probeer, maar elke dag heeft weer andere uitdagingen. En de ene dag ben ik hier, de andere dag vlieg ik daarheen en ik hou van mijn auto. Dat kan niet anders. Ja, die heeft wel wat kilometers in zijn staartjes. Nou echt, gekeken. Ja, de garage schrikt elke keer. Dat geloof ik. Oh ja, sorry. En ja, qua mensen helpen is tot nu toe altijd gewoon heel persoonlijk. Als ik iemand spreek en ik denk, hey, ik heb een tip voor jou of zo, dan vraag ik meestal, mag ik jou die tip geven? Dat is dan wel zo netjes. Ja, niet zo onbedoeld advies altijd. Nee, ik wil ook niet dwingend zijn of zo. Ook mijn man die denkt, Rijke, je bent helemaal getikt, dus daar kan ik het niet kwijt. Maar dat gebeurt. Ik ben wel ook stiekem een beetje bezig om dat ook wat professioneler aan te pakken. Want ik zie gewoon dat dingen werken. En dan wil ik dat gewoon graag delen. Het is zonde om dat soort informatie voor je te houden. Mooi mens ben je. Ja. Je bent echt een mooi mens. Ah, dankjewel. We hebben zo het tweede nummer op de lijst staan. Maar voordat we die aan gaan zetten, heeft een heel klein vogeltje mij ingefluisterd dat jij een stukje uit Zilveren Maan op deze melodie kan zingen. Ja, dat kan. Zal ik voor de zekerheid even het boek erbij pakken? Erbij. Dat ik zo en dan minuut, voordat we het liedje aan gaan zetten. Even kijken. Waar zit je? Dat is de gemene versie, dat is een beetje jammer. Ik had het voor moeten bereiden en er een poster tussen moeten plakken. Uiteraard. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Zal ik een klein stukje doen? Ja, doe maar. Dan zetten we daarna laten we de muziek inlopen als ze klaar is. Komt goed. Zuiver van geweten, liefdevol en teder. Zij is nu bijzonder, glanzend in het maanlicht is zij de koningin. Stralend in het duister, wijst zij onze waarheid, geeft zin aan ons bestaan. Door het lot uitverkoren, in het licht van de maan, schittert zij als een ster, door de liefde gedragen. En wij volgen haar raad, en zij leidt ons de weg. Ah,